Hey, superleuk jullie kijken naar deze nieuwe video. En ik heb weer een Shein shoplog voor jullie. Jullie vonden de vorige video allemaal echt superleuk. Dus ik dacht, laat ik er weer één doen. Ik heb ook weer een leuke kortingscode voor jullie. Dus die staat nu in beeld en zal ik in de beschrijving zetten. Ja, ik zal maar gaan beginnen. Ik heb echt heel erg veel. Kijk, deze hele doos vol met kleding. Ik zal sowieso ook aanbeelden erbij zetten. En het was in ongeveer 5 dagen binnengekomen, geloof ik. Maar ik zal even alle precieze details en de maten in de beschrijving zetten. En ik zal ook sowieso elke maat noemen wanneer ik het laat zien. 4 dingen zijn voor mijn zusje. En die zal ook zo meteen in de aanbeelden haar dingen aan laten zien. Ik heb het nog niet opengemaakt, wel uit de verpakking gehaald, maar alle dingen zelf nog niet bekeken. Dus dat ga ik nu doen. Ik hoop dat jullie de video leuk vinden. Als jullie er zin in hebben, doe even een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal en volg me ook even op Instagram, _IsaLuna. En dan gaan we nu beginnen. Oké, als eerste dit jurkje. Deze is van mijn zusje. Ik zal hem wel aan jullie laten zien alvast. Het is een maat XS. Alle prijzen zet ik in beeld. Oh, dit is een jumpsuitje volgens mij. Ja, het is een jumpsuitje met een ridge achterop. Maatje XS met een super schattig bloemenprintje. Heel erg leuk. Dit is dat jumpsuitje. Ik vind hem heel erg schattig en hij zit ook wel goed. Alleen is hij wel erg diep uitgesneden. Dus je zal hem met een hemdje moeten dragen, want anders kan het niet echt. Of je zal hem met een knoopje dicht moeten maken. Dat zou ook nog wel kunnen, maar zit een beetje te strak, zeg maar. Je hebt ook nog een riempje voor erbij, maar hij zit gewoon goed. Dus dit hoeft er op zich niet bij. Dan de volgende. Deze rok. Deze is wel van mezelf. En deze is in een maat S. En het is deze lange rok. Echt zo leuk. Ik wilde al vet lang een lange rok. En hij lijkt bij de middel heel klein, maar hij heeft super veel stretch. Ik hoop dat deze echt heel leuk gaat staan, want hij is zo leuk met dat schattige patroontje erop ook. Ik hoop echt dat deze leuk gaat zijn. Dit is de rok. Ik vind hem echt heel erg leuk. Hij past perfect. Hij zit wel een beetje strak om mijn middel, maar het is elastiek. Dus het is niet vervelend. Ik vind hem echt heel erg leuk. Hij heeft ook super goede kwaliteit. En ik heb nu bij alles even een simpel topje aan. Want ik had geen zin om meer de outfits te gaan samenstellen. Maar het is niet per se wat ik er normaal aan zou doen. Maar ik vind deze echt heel erg leuk. Dan de volgende. Deze bikini. Ik heb twee bikinis. Ik heb twee bikinis, want ik had het besteld voor vakantie. En ik hoopte dat het op tijd binnen zou komen voor mijn vakantie. Maar het was net 1 dag te laat. Dus nu is het geen mooi weer meer in Nederland. Maar voor volgend jaar is het altijd leuk. Deze bikini heb ik ook in een maatje S. En het is deze super schattige blauwe kleur. Het is dit high-waisted broekje. Ook gewoon een hygiëne strip erin. En de kwaliteit voelt echt super goed aan. Het voelt eigenlijk net gewoon als H&M of zo. En dan dit broekje, high-waisted. Zo te zien ziet hij er echt heel mooi uit. Ik hoop dat hij ook mooi staat. Want die vorige keer vielen die bikinis een beetje gek. Maar deze ziet er wel uit alsof die goed gaat vallen. En dan dit topje. Ook echt heel erg schattig. Gewoon zo'n simpel, best wel sporty-achtig topje. En dan hier zit zo'n strikje. Ik denk dat de bikini ook echt... Ja, kijk, je doet hem zeg maar aan met dit strikje. En er zitten cups in, maar die kan je er ook uithalen. Moet ik even kijken hoe het aanstaat. Want als je heel erg ziet zitten, hou ik ze er liever uit. Ik film de bikinis even in de spiegel, want dat vind ik een chiller idee of zo. Dus dit is de eerste bikini. De blauwe, hij is wel heel erg schattig. Ik vind vooral het topje heel erg leuk. Ik heb die cups eruit gehaald. Daar liggen ze. Want het leken net doppen, vond ik. Ik vind dat nooit zo mooi staan, dus die zijn eruit. Je kan hem zeg maar als een jasje voorop dicht doen. Dus dan kan je zelf bepalen hoe strak die zit. Het broekje weet ik niet zo goed. Het zit een beetje als een luier of zo. Het zit wel mooi hoog. Maar ik weet het niet. Van achter is het topje zo, het broekje zo. Ik vind het wel echt een, ik vind het wel een hele schattige bikini. Maar dat broekje weet ik nog niet zo. Het topje vind ik sowieso wel heel erg leuk. Dan het volgende. Nog een bikini. Weer in een maatje S. Dit is een bikini met streepjes. En het is volgens mij precies hetzelfde model als die andere. Weer zo'n topje. En echt heel schattig patroontje. Echt zulke lieve kleurtjes weer. Volgens mij zit echt precies diezelfde kleur. Oh nee, deze blauwe is iets lichter dan die andere. En... wel een ander broekje, namelijk meer een stringbroekje.
Ik weet niet wat de voorkant en de achterkant is. Ik denk dat de smalle kant de voorkant is. Ja. Zo om. Het is dus meer een soort stringbroekje, maar dat is wel heel chill om mooi bruin te worden. En ja, weet je, je bent op het strand, wat boeit het? Dan is dit deze bikini. Ik vind hem heel erg schattig. Hij heeft wel vrij weinig stof. Je ziet het al bij het topje, aan de achterkant ook. Maar het is wel een heel lief kleurtje. Ik ben nu best wel bruin, dus daarbij staat het ook heel erg mooi. Het broekje is zo. Hij zit echt vrij laag, zeg maar, aan de voorkant. Aan de achterkant is het ook echt een stringmodel. Dus daar moet je wel van houden. Maar ik vind dat wel leuk voor de zomer. Of gewoon lekker zonnen op het strand. Ik vind dat wel kunnen. Hij staat in ieder geval heel erg mooi als je bruin bent. Ik vind hem heel erg schattig. Dan dit. Ik weet eigenlijk niet wat dit is. Het is... Even kijken welke maat. Een maatje S ook weer. Volgens mij heb ik echt alles in een maat S. En mijn zusje alles in een maatje XS. Dit is volgens mij... Ja, het is een jurkje. Oh, hoe leuk is dit? Dit is een jurkje. En je knoopt het zeg maar hierboven vast. Kijk. Dit jurkje, een wit jurkje. Echt zo schattig. Met een stippenpatroontje erin. En de stof voelt echt heel goed aan. Echt lekker dik. En dit riempje zit er nog bij, zie ik net. Voor om je taaien. Om het daar wat getailleerder te maken. Dit jurkje is ook weer zo leuk. Hoe schattig is dit? Ik had het net ook met mijn zusje erover. Hoe leuk zal dit zijn als je dit in babyformaat hebt? Dat is zo'n klein babykindje met dit jurkje aan. Dat is echt niet normaal. Maar het is ook weer echt een super goede kwaliteit. Het voelt echt gewoon als de Zara of zo. Echt. Oh, ik moet echt stoppen daarmee. Nee, het voelt gewoon als de Zara. Gewoon goede kwaliteit. En het zit ook heel erg lekker. Ik vind dit ook schattig. En het is ook heel erg handig, want je kan zelf bepalen hoe strak je bandjes moeten. Dan dit, een bikershort. Ik heb 3 bikershorts besteld voor Lot en mij. Want we gaan dit weekend naar Lowlands. En ik heb best wel veel ook besteld wat me leuk lijkt voor Lowlands. Ik heb er zoveel zin in. Daar komt ook een vlog van online. Maar daarvoor hebben we dus bikershorts besteld. Weer in een maatje S. Deze knalroze bikershort. Ik zie wel dat hij doorschijnt. Hier zoals je ziet. Maar misschien als je doorzichtig ondergoed of rood ondergoed eronder doet. Dat het wel meevalt. En hij is ook vrij kort. Kijk eens Lot. Best kort hè? Nou, ik ben benieuwd hoe dit staat. Ik hoop dat het leuk is. Want ik wil deze aan voor een outfitje voor Lowlands. Nou, zo staat de bikershort. Ik ga dit niet omhoog doen. Want hij schijnt echt heel erg door. Je ziet gewoon mijn hele onderbroek letterlijk zitten. Maar zo met een oversized shirt. Dit shirt schijnt ook door, dus het is een slechte match. Maar als je een wit, niet doorschijnend shirt hebt of een zwart groot shirt, zou het wel echt leuk kunnen zijn. Met een riem of zo'n, hoe heet dat, fanny pack erom. Zou het wel echt super leuk kunnen zijn voor een festival. Dan dit zware pakket. En dit is een spijkerjasje, een zwart spijkerjasje. Weer in een maatje S, want hij viel volgens mij al heel erg oversized. Tenminste, zoals ik zag op de foto. En dat wil ik ook graag, want dat vind ik leuk. Dit spijkerjasje. Het voelt echt aan als een hele goede stof. Echt super dik. Stinkt ook niet. Dat is altijd fijn. Oh, dit is zo leuk. Ik heb nog helemaal niks als een soort spijkerjasje. Ik vind het echt super leuk. Het voelt echt als goede spijkerstof. Volgens mij is die heel erg oversized, maar daar hou ik wel van. Dit is het zwarte spijkerjasje. Het is echt zo'n chille stof. Hij is echt super dik. En ik vind hem ook echt heel erg leuk staan. Deze zou je in de winter ook gewoon kunnen dragen met een lekkere trui eronder. Ik vind het altijd echt super leuk uitzien als mensen dan hun trui zeg maar zo nog een beetje eroverheen hebben. Hij heeft wel een aantal scheuren. Hier één en volgens mij, even kijken in de spiegel hoor. Oh nee, dat was het denk ik. Ja, 2 scheuren dus. Maar ik vind dat wel leuk staan. Maakt juist wel stoer. Dan deze is weer van Lotte. En dit is een jurkje. En het is in een maatje S. Maatje S. Je kan zeg maar onder de producten zien hoe die maten precies vallen. Dus dan kan je een beetje aanpassen welke maat je doet. Maar ik heb altijd maat S bij andere winkels. En bij Shein zit maat S ook gewoon perfect. Dit jurkje, een groen jurkje met stipjes. En dan hier aan die mouwenschattige ruffeltjes. Ook weer zo'n overslagjurkje. En je maakt het dicht met zo'n touwtje.
En die gaat dan zeg maar binnenlangs en dan eromheen. Super schattig. Ik denk dat deze lot ook echt heel erg leuk gaat staan. Oké, dit is het jurkje. Ik vind hem erg schattig. En hij is helaas een beetje te groot, maar dat is mijn eigen fout. Ik had hem een maatje kleiner moeten bestellen. Maar je kan hem op zich wel strak knopen, zeg maar. En hij zit hier wel goed. En van de achterkant is het gewoon heel simpel. Daar zit zeg maar het touwtje. En die knoop je dan hier zo voor. En ik vind hem wel schattig. En het is ook een leuk kleurtje. Het is ook een lekker stofje. Niet te synthetisch, zeg maar. Want... Dan deze rok. Deze ook van Lotte. En hier ben ik echt heel jaloers op. Want deze is echt heel erg leuk. Deze gaat ze ook aandoen naar Lowlands waarschijnlijk. Met dan dat topje wat ik vorige keer had gekocht in mijn vorige Shein shoplog. Als jullie die niet hebben gezien, zal ik die hier even linken. Maar dat was een tie-dye topje. En dat is wel super leuk bij dit voor Lowlands. Maar deze lange rok. En hij is dan wit gaas met stippenpatroontje. En hij voelt ook echt heel stevig en goed aan. Misschien mag ik hem wel een keer aan. En anders deel ik hem gewoon. Oké, ik heb nu die rok aan. En ik heb deze besteld met Lowlands in gedachten. Want dit leek me wel erg leuk voor haar. Je ziet die bikershirt onder haar. Hij schijnt heel erg door. Ook al heeft hij een onderlaag. Je ziet het echt heel erg. Maar ik heb die bikershirt eronder aan. Eigenlijk moet ik gewoon een wit broekje of zo eronder aan doen. Of een zwart broekje. Of een zwart broekje of een roze broekje. Het is voor Lowlands. Het maakt ook niet zo heel erg uit. Maar ik vind hem wel echt heel erg leuk. Je hebt hier ook die wit stipjes, zeg maar. En daaronder dan ook een doorschijnend wit onderrokje. Dan nog een lange rok. En deze is echt voor Lowlands of een of ander themafeestje, andere festivals. Want dit is niet echt iets wat je normaal zal dragen. Het is een maatje XS. Ik wilde zeggen, het is wederom een maatje S. Maar het is een maatje XS. Namelijk deze rok. Hoe cool is deze, jongens? Echt zo'n soort... satijnen stofje is het. En dan glimmend roze. Ik vind deze echt heel leuk. Hij moet wel even in de was. Want dan valt hij denk ik wat mooier erna. Maar het is echt een vrij dikke stof. Met een wit topje of zo. Ik moet nog even kijken wat ik erop ga doen. Deze rok is ook echt heel erg leuk. Voor Lowlands, voor het festivalseizoen. Of gewoon voor een grappig feestje. Het is echt, ik vind hem echt heel tof. Ik ga hem ook zeker aandoen dit weekend. Ik denk dat ik hem aandoen met een zwarte bandeau top of een witte bandeau top. Even kijken wat het leukste staat. Maar hij zit heel lekker, lekker wijd. En ja, I like it. Dan een zwarte bikershort. Precies dezelfde als net. Maatje S ook weer. En dat is deze. Het heeft weer zo'n rare pasvorm. Jullie hebben al gezien hoe die staat, maar ik nog niet. Maar het ziet er echt uit als een, echt als zo'n wielrennersbroekje. Ik denk dat dit niet heel erg leuk gaat zijn, maar we zullen zien. Ik dacht dat deze heel erg raar zou zitten, maar hij zit eigenlijk wel heel goed. Ik vind hem echt heel leuk. Hij heeft ook een heel lekker sportstofje. Het is niet gewoon zo'n shirtstof, maar katoen, maar het is echt meer een sportstofje. En ik vind ook dat hij een mooie lengte heeft. Hij zit heel erg lekker. Ik zou hem dragen met een wit shirt met een printje erop. Ik heb een shirt met een rood printje. Ja, dat waar hier helemaal rood is. Dus dat zou ik wel leuk vinden erop. En dan met een leuk tasje. Zo zit hij van de achterkant. Gewoon simpel. Je ziet hier wel een beetje die lijnen van mijn onderbroek. Maar ik zal er toch altijd een groot shirt overheen dragen. Dus dan zie je dat niet. Dus hier ben ik erg blij mee. Dan dit jasje. Dit jasje is ook echt heel erg leuk. En dat is... Oh, hij is in een maatje S. Dit jasje met zeg maar twee patroontjes erop. De ene kant is licht roze en de andere is zo'n race patroontje. Schaakveld. Zwart-wit. Blokjes. En dat is deze. Echt heel leuk. Hij valt een beetje korter. Oh, kutje. En ook een beetje oversized volgens mij. Super leuk. Deze ga ik ook meenemen naar Lowlands. Jongens, dit jasje is zo leuk. Ik vind hem echt heel erg leuk. Echt top. Echt. Heel interessant. Ja, hij heeft aan de ene kant dat schaakpatroontje. Aan de andere kant is hij roze. En ik vind hem echt heel leuk dat hij wat anders is dan andere dingen. Ik zou dit dragen met een helemaal zwart outfitje. Of, ja, weet ik nog niet. Moet ik nog even over nadenken. Maar op mijn Insta zie je hem vast een keer voorbij komen. Van de achterkant ziet hij er zo uit. Hij zit lekker oversized. En... hij zit ook gewoon heel lekker. Het is een best wel dun stofje. Dus niet echt voor de herfst. Maar voor in de lente slash zomer is hij wel echt heel erg fijn. Nog een bikershort. En weer in een maatje S. En deze zit waarschijnlijk weer zo raar als die andere. Nou, ik weet nog niet of hij raar zit. Want dat is niet gepast. Maar het is hetzelfde model. Oh nee, deze is een ander model. Het is een ander model. Hij voelt echt
vet zacht. Huh? Dit is een soort vliesstofje. Lot, voel. Ja, mooi. Huh, dit is gewoon... vlies. Lekker. Mag ik hem terug? Heel leuk. Leuker. Maar het is dus... vermis. Ja. Het is dus een bikershort maatje S met een krantenpatroon erop. Echt heel erg leuk. Hij schijnt wel ook weer door, dus ik hoop dat hij met ondergoed eronder niet te erg doorschijnt. Deze bikershort zit echt super mooi en hij is zo zacht. Het voelt echt als een vliesstofje. Hij schijnt wel een klein beetje door. Hier zie je het een beetje. Maar het valt heel erg mee. Van de achterkant zit hij zo. Ik vind het printje ook echt heel erg leuk. Ik zou dit ook niet dragen bij dit topje. Maar ik zou het dragen met een oversized gekleurd shirt. Misschien een roze shirt of zo. Voor Lowlands en gewoon voor naar school. Of iets met een zwart groot shirt of zo. En dan het laatste item. Dat is dit jurkje. Hij zag op de foto, moet ik zeggen, wel iets lichter gekleurd uit. Maar het maakt het niet minder leuk, want ik vind hem nog steeds heel erg schattig. Een maatje S ook weer. En dat is dit jurkje. Oh, hoe leuk is deze? Deze is zo leuk. Het is een, gewoon een jurkje tot net boven je knieën. En dan ballonmouwtjes. En hieronder kan je het strakker maken. Aan de achterkant doe je hem aan met een ritsje. En het heeft weer zo'n overslag aan de voorkant. En met dit riempje kan je hem bij je taaien nog verstellen. Het jurkje staat zo leuk. Ik vind hem echt mega schattig. Het is echt een hele mooie kleur voor als je bruin bent. Zoals ik. En ja, hij zit ook heel lekker. Het is echt een super chill stofje. En ik heb deze nu los. Maar je zou er ook een strikje van kunnen maken als je wil. Maar ik vind het zo los eigenlijk ook wel leuk. En hier heb je een drukknoopje. En aan de achterkant maak je hem met een ritje vast. Maar hier ben ik echt heel blij mee. Dit waren alle items. Laat jullie even weten wat jouw favoriete item is. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Kijk voor de kortingscode even in de beschrijving. Want korting is altijd leuk. We blijven Nederlanders. als jullie de video leuk vonden, doe even een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En volg me ook even op Instagram. _IsaLuna. En trouwens, als je geen één video van mij wil missen, want er gaan de laatste tijd een paar dingen mis met YouTube of zo, waardoor mijn video niet meer vertoond wordt, maar dan kan je even het belletje aanzetten. En dan krijg je een melding als er een nieuwe video van mij online staat. En dan mis je geen enkele video meer. En doei!